belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jezus Lehi toe dreigt het hele bestuur van het kadaster naar huis te sturen. Volgens haar doet het bestuur te weinig met het invoeren van de nieuwe regels van corporate governance. Het probleem loopt al langer en nu zou de minister gedreigd hebben. Volgens het bestuur zelf moet eerst worden bekeken wat deze introductie van de nieuwe regels tot gevolgen heeft voor elk lid afzonderlijk voordat er daadwerkelijk beslissingen kunnen worden genomen. Het college Financieel Toezicht laat een onderzoek uitvoeren naar het gedrag van 3 leden van het managementteam. Collegevoorzitter Raymond Grades laat naar aanleiding van anonieme meldingen over wangedrag van het management van het secretariaat een feitenonderzoek uitvoeren. Tot die tijd doet Grades geen uitspraken over de zaak. Er zouden meerdere anonieme klachten zijn binnengekomen over business class tickets die onterecht door CFT zijn betaald en luxe cadeaus, waaronder muziekinstrumenten. Ook is er sprake van een angstcultuur en vriendjespolitiek binnen het secretariaat, aldus de anonieme meldingen. Hiervoor zouden verschillende mensen al zijn opgestapt. Curaçao werkt aan het plan om in 2025 het pensioen te verhogen naar 66 jaar. Dat is een van de punten die in de uitvoeringsagenda zijn opgenomen, die zijn opgesteld naar aanleiding van het landspakket. Dat is het akkoord dat Nederland en Curaçao hebben opgesteld om de economische situatie te hervormen. Voordat daadwerkelijk wordt besloten dat de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 wordt verhoogd, moet eerst nog een onderzoek plaatsvinden. Zondagmiddag is er een vrouw aangereden op de presidente Romulo Betancourt Boulevard. Dat is de drukke snelweg die leidt naar de Julianabrug. Volgens de eerste informatie kwam de vrouw met haar auto vanaf Otrabanda de brug af. Op een gegeven moment heeft ze haar auto langs de weg geparkeerd en is toen uitgestapt. Ze wilde de straat oversteken en was op weg naar Telecurçao omdat ze haar loodjes wilde inleveren voor de zogeheten Sorteo Extra. De vrouw werd op dat moment geschept door een wagen die richting de Julianabrug reed. Ze raakte hierbij ernstig gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nadere behandeling. Ora bocavi train automaticamente bot in hobby hammer. E se bota gusta pan, scorre saber. Scorre e saber. E tem hobby fibra. Eta donabo energia beko ba perdea e eta in proteina pa regenerabo musculo nan. Panaderia Isa, pa bo healthy lifestyle. Een virtuele jump-in is afgelopen weekend stopgezet door de politie. Deze werd gehouden in een partycentrum in de wijk Veres, maar trok heel veel mensen. Uiteindelijk ontstond er ruzie tussen een van de bewakers en de muzikanten die daar waren op aan treden. De optredens werden live uitgezonden op televisie, zodat mensen toch het gevoel hadden bij een jump-in aanwezig te zijn. Uiteindelijk moest de jump-in voortijdig worden afgebroken. Het aantal actieve besmettingen op Curaçao is gisteren iets toegenomen. Van de 141 geteste mensen bleken er 8 positief. 5 mensen herstelden van het coronavirus, waardoor het aantal actieve besmettingen is toegenomen tot 57. Zaterdag werden 326 mensen getest en slechts 5 mensen positief bevonden. Inmiddels zijn op Curaçao al meer dan 45.000 mensen getest. Er liggen nog steeds 2 patiënten met corona op de intensive care. En het aantal besmettingen met COVID-19 op Aruba loopt langzaam maar zeker terug. Inmiddels telt de Arubaanse bevolking minder dan 300 gevallen. Afgelopen weekend werd de verkiezing gehouden voor Curaçao Miss Teenager 2020. Er deden verschillende dames mee en er waren verschillende categorieën, zoals onder meer Miss Amistad en Miss Internet. De uiteindelijke winnaar was Chelsea Valies. Zij staat uitgebreid in de kranten vandaag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.